The drug industry extorts us. They take any price that they think politicians are willing to accept. It has absolutely nothing to do with research and development costs. We slikken steeds meer pillen. De winstmachine van de farmaceutische bedrijven draait op volle toeren. De pogingen om medicijnen goedkoper te maken lopen vast in het systeem. Maar de zorgpremie rijst de pan uit en de patiënt is de dupe. Wat is er mis met het systeem en hoe kan het beter? Vier gedreven pioniers strijden ieder vanuit hun eigen praktijk voor nieuwe manieren om medicijnen voor iedereen betaalbaar te houden. Heel veel ondernemingen en bedrijven bepalen hun prijs gewoon op basis van de kosten met een redelijke winstmarge. In plaats van wat wil de gekker vergeven. En bij medicijnen is dat natuurlijk zo pijnlijk omdat iedereen het medicijn wil hebben. Het systeem zoals het nu werkt, ja, dat is natuurlijk wel heel erg plezierig voor hun. Ja, dat je gewoon middelen verkoopt die bij 70-80% van de mensen niet werkt. Ja, dat geloof je bijna niet. Ik denk dat onze regeringen, inclusief de Nederlandse regering, eigenlijk veel meer guts moet tonen, veel meer moed moet tonen om in te grijpen als bedrijven niet bereid zijn belangrijke geneesmiddelen tegen een redelijke prijs aan te bieden. Dit is Tegenlicht. Welkom in de wereld van geld en gezondheid. Ik denk dat Nederland heel erg veel medicijnen gebruikt. Ik schrik daar enorm van. Als je ziet wat hier 's ochtends aan vrachtwagens binnenkomt. En dat je dan denkt van, god, dat is de bestelling die we op één dag hebben gemaakt. Apotheker Paul Lebbink is het kloppend hart van de Transvaal Apotheek in Den Haag. Hij kreeg nationale bekendheid omdat hij extreem dure medicijnen op eigen houtje na ging maken voor een fractie van de prijs. Tot ongenoegen van de industrie. We moeten hem alleen even voor mij tekenen. Ik teken wel. Ja? Hoe kan het dat wij zoveel pillen slikken? Deze is voor de bloeddruk. Deze is voor de bloeddruk. Hoe hebben we dat? Ik denk dat er ook steeds meer automatismen zijn om geneesmiddelen voor te schrijven en aan patiënten te geven. Het onderzoek van de industrie is natuurlijk op gericht om te bewijzen dat er allemaal meerwaarde is aan het gebruik van meer medicatie en nog meer medicatie. Met minder zouden we misschien veel gezonder zijn. Een pakket als dit, zo bij elkaar ziet, dan is dat wel een zak vol voor één patiënt. En dan praat je hier over gewoon een hoeveelheid voor 3 maandjes. Elke apotheker wil patiënten helpen met medicijnen. En het ergste dat kan gebeuren is dat je het middel niet kan geven omdat het te duur is of omdat het niet beschikbaar is. Dus ik zie het nog steeds als mijn primaire taak ervoor te zorgen dat de patiënt het geneesmiddel kan krijgen. Het zijn zakjes met poeder. En ze hebben bijna geen bijwerkingen. Regelmatig wordt Lebbink geconfronteerd met nieuwe, dure medicijnen die hij zelf veel goedkoper kan maken. Wat we de laatste tijd zien is dat de farmaceutische industrie zich toelegt op minder frequent voorkomende ziektes. Daar dan ook medicatie voor ontwikkelt en die dan ook heel duur prijst. Als iets zo duur is dat de patiënt het niet kan betalen, dan heeft hij aan het medicijn ook niks. En dat is wel een goede reden om als apotheek na te denken van, als ik het zelf zou gaan maken, wat zou dan de prijs zijn? Is het dan wel bereikbaar voor die patiënt? De apotheken hebben tot begin vorige eeuw alles zelf moeten maken. Pas in de jaren 30, 40, 50 kwam industrie opzetten en kwamen de productieprocessen op gang om op een wat grotere schaal tabletten te maken of capsules te maken, poeders te maken. En sinds die tijd zijn apothekers wel steeds minder gaan maken. Ik denk dat we nog tussen de 2-3% van de medicatie die we verstrekken aan patiënten, dat het gaat over een eigen bereiding door apothekers. En veel minder kan niet, want de industrie kan niet alles maken. Die kan het maatwerk niet maken.
daar zit geen goed verdienmodel voor hen aan. Er zijn ook gewoon geneesmiddelen die een dokter eens wil uitproberen, terwijl het nog geen geneesmiddel is. Ook dit is een eigen product. Dit is een morfinezalf. Van een arts zei, ja, ik zie mijn patiënt met zoveel doorligwonden. En ik ben een beetje uitgepraat met wat ik allemaal kan geven om de pijn te stillen. Kunnen we niet eens proberen om morfine in een zalf te verwerken en die aan de patiënt te geven op de wonden? Deze morfinezalf is niet te koop van de industrie? Nee. Er is ook op dit punt gewoon te weinig bewijs dat het effectief zou zijn. We hebben verschillende patiënten die zeggen van ja, met de morfinezalf voel ik me wel prettiger, heb ik echt minder pijn. Maar dat is wetenschappelijk gezien onvoldoende. En dat mag? Jij mag dat maken? Als apotheker mogen we dit gewoon maken en mogen we zeggen dit is een medicijn. En dat mogen we ook gewoon aan patiënten geven die dat medicinaal toepassen bij zichzelf. In 2007 ben ik voor de rechter gekomen omdat de firma Orphan Europe mij daar daagde. Omdat ik dat middel zelf maakte wat zij in de markt hadden gezet. En zij vonden dat ik hun middel aan die patiënt moest geven. En ik vond van niet. Ik had het liever wel gedaan, maar niet tegen de prijs die zij vroegen. Dat ging toen om 1,5 ton per jaar per geneesmiddel. Terwijl wij het maar voor 3000 hebben gedeclareerd. Chemische grondstoffen zijn over het algemeen niet zo duur. Dit middel was in aanvang gewoon via de verfindustrie betrokken. Op een gegeven moment hebben we dat gemaakt omdat het jongetje een enzym miste. En de rechter heeft mij op alle punten vrijgesproken. Heeft gezegd, een apotheker mag voor zijn eigen patiënten zelf geneesmiddelen maken. Ook als er nog een patent op het geneesmiddel zou rusten. Dan moet de dokter het wel gewoon generiek voorschrijven. Dat wil zeggen, je mag niet inbreuk maken op de naam die geoctrooieerd is door de firma. Maar als je dat doet, mag je als apotheker zelf medicatie maken voor je eigen patiënten op je eigen manier. Hebben ze je verder geprobeerd onder druk te zetten? Ze hebben me toen heel erg onder druk gezet. Ze zijn meerdere keren langs geweest. Maar eigenlijk is het allemaal nog wel een beetje in het fatsoenlijke gebleven, gelukkig. The drug industry is more criminal than any other industry. Which is very shocking because these crimes lead to very many deaths that could have been avoided. And it's also a fact that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. And many of these people who died because of the drugs they take, they didn't even need them, which makes the tragedy even worse. Om beter te begrijpen hoe de pillenindustrie precies werkt, spreken we met Peter Gutsche. Deze Deense arts werkte 10 jaar bij farmaceut Astra, onder meer op de marketing- en de onderzoeksafdeling. Hij schrok van wat hij daar zag, werd klokkenluider en staat inmiddels bekend om zijn goed onderbouwde, kritische studies over het farmasysteem. I started working in the drug industry, but I realized pretty quickly that I needed to get out again. We know a place where tossing and turning have given way to sleeping, where sleepless nights yield to restful sleep. This is big, a chance to live longer. With Opdivo, Devo significantly increased the chance of living longer versus... Being a good father is important to me. So being diagnosed with advanced non-small cell lung cancer made me think of all the things that I wanted to teach my kids. Living longer is possible. It's true. Keytruda. I saw that the marketing was deceptive. What salespeople were telling doctors was not based on good science, and sometimes it was incorrect. Also, the research was deliberately badly done in order to exaggerate the benefits and downplay the harms of drugs. Uit frustratie over die onbetrouwbare onderzoeksdata startte Gutsche de Cochrane Collaboration, een vermaard netwerk voor onafhankelijk onderzoek naar de werking van geneesmiddelen. De online database wordt inmiddels wereldwijd geraadpleegd. What drives me is that I consider myself a scientist. And what does a real scientist want to do to get as close to the truth as possible? And in healthcare, we are very far from the truth most of the time. There's a land of restful sleep. We can help you go there on the wings of Lunesta. What determines the price of medicine today?
it has been very carefully documented that the drug industry extorts us. They take any price that they think politicians are willing to accept. It has absolutely nothing to do with research and development costs. Het probleem is dat we eigenlijk moeten vaststellen dat farmaceuten excessieve prijzen vragen. En wat zij dus doen met de excessieve prijzen voor hun producten, verzorgen ze eigenlijk voor verdringing en brengt dat dus uiteindelijk toegang tot gezondheidszorg, wat een mensenrecht is, erkend internationale verdragen, dat brengen ze in gevaar. Eigenlijk gewoon heel eenvoudig, omdat wat je aan het een geeft, kun je niet aan het ander geven. Jan Koen Sluis is advocaat in Den Haag. Hij is geschokt door de torenhoge prijzen voor nieuwe medicijnen. In de rechtszaal staat hij meestal aan de kant van grote bedrijven in mededingingszaken. Maar nu onderzoekt hij samen met collega's hoe het recht als breekijzer gebruikt kan worden om farmaceuten te dwingen hun prijzen te verlagen. En Actavis die maakt het wel heel bont. Dat zijn hydrocortisoontabletten. Ik heb geen idee waar tegen het helpt. Maar ze bellen wel peperduur, 120 keer over de kop. Wat motiveert jou? Ja, het is misschien wat pathetisch, hè, maar dit onrecht gewoon echt uit de wereld te helpen. Hier is aan de gang, een soort van nieuwe revolutie. Die maatschappij, hoe houden we die gewoon in evenwicht? Wat zij natuurlijk vaak zeggen is van er zit innovatie, het is allemaal ontwikkelingskosten. Ik denk dat we er echt langzamerhand echt afscheid van moeten nemen. Er ontstaan, als er iets is gebeurd de afgelopen 2 jaar, dat zijn steeds meer onderzoeken die in twijfel trekken, ook onderbouwde studies, dat die ontwikkelingskosten en die productiekosten, die trials, dat die helemaal niet zoveel kosten. En hier gaat dus nu het probleem staan dat wij dus wel de hoofdprijs betalen en blijven betalen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zou hoeven. Want waarom wordt er zoveel marge gemaakt op die prijs? Ik denk die hepatitis C-medicatie is van Gilead is een heel goed voorbeeld daarvoor. Want die kwamen als eerste op de markt. Die hebben qua ontwikkelingskosten niet zo hele hoge kosten gehad, omdat die dat van een spin-off bedrijf hebben overgekocht. Dus gewoon alle rechten ervan gekocht. Klein beetje wat veranderd en toen op de markt gezet en ongelooflijke winst gehaald. Ja, precies. Het kraakt. En dat is volgens mijn vriend de vijand over eens, is dat de bekostiging van de meest specialistische zorg, die stijgt elk jaar, 1,5%, dat wordt al afgesproken. Maar die stijging die wordt vrijwel helemaal opgesoupeerd door de explosieve stijging in die geneesmiddelen. Ja. En dat gaat uiteindelijk, ik wil het niet allemaal dramatiseren, maar het zal er, straks gaat het volgens mij toe leiden dat, dus inderdaad, dat je inderdaad met je op de gang in het ziekenhuis, op je ziekenhuisbed, op je matras in de gang ligt, dat er gewoon de bouw in. Goede medicijnen. Alleen maar je wordt ontzettend goed vol op medicijnen, alleen er komt geen dokter meer aan je bed inderdaad. Ja, we doen alsof we maar normaal is om maar altijd het maximale eruit te krijgen. Maar heel veel ondernemingen en bedrijven in het land, met name in het MKB, die bepalen hun prijs gewoon op basis van de kosten, met een redelijke winstmarge. In plaats van, wat wil de gekker vergeven? En bij medicijnen is dat natuurlijk zo pijnlijk, omdat iedereen het medicijn wil hebben. Je moet gewoon eerlijk kijken van, is deze prijs wel, klopt die wel? En dus geen sprake van marktwerking? Was er maar sprake van marktwerking. In die zin is het een vrije markt dat de farmaceut, die bepaalt zijn prijs, maar die wordt uiteindelijk, Hij gebruikt het systeem om het. Ja, hij misbruikt het systeem. Zo moeten we het eigenlijk gewoon toch zien. Dus of ik zou zeggen, we moeten de markt helemaal opengooien. Het moet echt allemaal vrij zijn. En we doen het. Hè, geen patent en al dat soort dingen. Maak echt volop concurrentie. Dat zou een idee kunnen zijn. Of je moet zeggen als overheid van, we gaan het anders doen. Wij gaan die prijzen bepalen. Maar wat zijn nou dan de juridische haakjes die je hebt om te zeggen dat dat dus niet in orde is, hoe het nu gaat? Uitbuiting van afnemers is dus ook een vorm van misbruik. Ja. Nou, wij willen natuurlijk, althans de stichting, die wil iets verder gaan. Kun je niet met een beroep ook op die mensenrechten zeggen dat die farmaceuten met dit soort excessieve prijzen, met dit soort idiote winstmarges, hinderen ze daar niet mee de toegang tot gezondheidszorg? Bestaat er zoiets als het recht op goedkope medicijnen? Nee, dat dus niet. Maar er bestaat wel een recht op toegankelijke, betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg. En uiterste middel is een rechtszaak. En ik sluit niet uit dat dat gaat komen. Want de sector heeft zich nog niet echt bewezen dat ze zich makkelijk wil laten veranderen.
Een rechtszaak tegen een farmaceutisch bedrijf. Tegen een farmaceutisch bedrijf. De totale omzet van de farmaceutische industrie is wereldwijd bijna 1000 miljard euro, dus 1 biljoen per jaar. Met aan kop het Zwitserse Roche en het Amerikaanse Pfizer. To talk about the structure of the drug industry, the easiest way to look at it is follow the money. The drug industry is incredibly wealthy. They earn more per invested euro or dollar than any other industry in this world. That makes the drug industry incredibly powerful. So what we think and what we do and how we use drugs is almost totally decided by the drug industry. Who makes the drug trials? That's primarily the drug industry. And we know that these trials are generally not reliable. Not even the randomized trials where half of the patients get a placebo, an inactive pill, and the other half get a drug. They are biased in all sorts of ways. So doctors generally have a much too naive idea about that if a drug trial has been published in a prestigious journal like New England Journal of Medicine or Lancet, then it's probably reliable. It is not. We must demand drug trials to be made by independent parties with no commercial interest whatsoever in the outcome of the trial. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van alvleesklierkanker. Ja, gemiddeld is het zo dat in Nederland de patiënten die de diagnose krijgen tussen de 6 en 9 maanden leven. En na 5 jaar is het overlevingspercentage ongeveer 5 tot 6%. Het is een van de meest agressieve vormen van kanker. Het is de tweede doodsoorzaak van kanker in Nederland. En om je een beeld te geven, er overlijden op het ogenblik meer patiënten aan alvleesklierkanker dan aan borstkanker of dikke darmkanker in Nederland. Ongeveer 8 tot 10 per dag. Casper van Eyck is een zeldzaam onafhankelijke geest. Clubarts bij Feyenoord en vooral gerespecteerd onderzoeker. Die patiënten uit de hele wereld behandelde, onder wie Steve Jobs. Die chemotherapie die werkt bij een heel beperkt aantal patiënten. En de andere kant van de zaak is dat je over het algemeen natuurlijk daar heel erg veel nadelige bijwerkingen van kan zien. Hele schadelijke, ernstige bijwerkingen. Mijn persoonlijke motivatie is om deze agressieve vorm van kanker echt een halt toe te roepen. We zijn er 25 jaar bezig en we komen eigenlijk gewoon geen stap verder. En daar moet echt wel wat aan gebeuren. En zeker bij deze agressieve vormen van kanker, waarbij de farmaceutische industrie over het algemeen ja, niet zijn neus wil stoten. Van Eyck is gefrustreerd omdat het onderzoek van de farmaceutische industrie niet snel genoeg gaat om zijn patiënten te redden. Daarom is hij zelf in het Erasmus MC ook naarstig op zoek naar nieuwe geneesmiddelen die wel werken tegen alvleesklierkanker. Zo langzamerhand is iedere wetenschapper, of dat nou in Nederland is of in Amerika, is ervan overtuigd dat je iedere vorm van kanker in de muis kan genezen. Alleen bij de patiënten is dat helaas nog niet het geval. Dus wat wij ook doen en waar we de nadruk op leggen, zeker ook als Erasmus MC, is dat we ontzettend veel zogenaamd klinisch onderzoek willen doen. Hè? Dus heel erg veel onderzoek bij patiënten. Dat betekent dat het onderzoek duur is. Alleen daarin moet je dus faciliteren, want op die manier kom je uiteindelijk verder. En uiteindelijk krijg je dan dat je zoveel kennis hebt in het ziekenhuis, dat de farmaceutische industrie nooit kan zeggen, jongens, ja, maar we hebben zo ontzettend veel daaraan moeten doen om dat medicijn te ontwikkelen. Nee, dat is gewoon allemaal in het ziekenhuis gebeurd. En daardoor hou je uiteindelijk ook die prijzen van die medicijnen hou je heel erg laag. Ik zelf heb altijd het principe aangehouden dat ik eigenlijk zo weinig mogelijk met de industrie te maken wil hebben, omdat je toch, hoe je het went of keert, een soort afhankelijkheid krijgt als je niet oppast van de industrie. Of het nou gaat om
medicijnen voorschrijven of wat dan ook. Ik hou daar helemaal niet van. Ik heb altijd tegen alle farmaceutische industrieën die zeg maar aan de deur klopten gezegd, ik heb liever geld om onderzoek te doen dan dat ik dure reisjes, dure etentjes. Dat vind ik echt zonde van het geld. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die allemaal persoonlijke redenen hebben om zo gemotiveerd te werken. En meestal zijn dat natuurlijk toch ook kankergevallen, zeg maar, in de familie. Mijn vader is natuurlijk op hele jeugdige leeftijd daar uiteindelijk aan overleden. En dat is natuurlijk ook wel iets waardoor je een bepaalde drive hebt om daar gewoon in ieder geval te proberen met een heel team wat aan te doen. Kijk, 2 keer 60 zie ik. Ja, is goed. En wat zijn dit voor medicijnen? Dit is de cytostatica. Dus voor patiënten die kanker hebben, chemokuren. Ja, 17 milliliter cisplus, goed. Het zijn giftige middelen. Dat wil zeggen dat ook degene die eigenlijk een hele dag daar aan het werken zijn met dit soort gevaarlijke geneesmiddelen, die moeten daar ook voor beschermd worden. Dit is een van de dure geneesmiddelen die we hebben. Dit is ipilimumab. Dat is echt een tongbreker. Dit kost ongeveer per infuus, als we het aan een patiënt geven, rond de 17.000 euro. Vaak geven we er nog een ander geneesmiddel bij. Dat is nivolumab. Dat kost ook een aantal duizend euro. Waardoor de combinatie, bij wijze van spreken, rond de 25.000 euro per infuusdag uitkomt. Dat krijgt hij dan 1 keer in de 3 weken en dat gaat door totdat we zien dat de patiënt niet meer goed reageert. Dus dat kan een aantal maanden in feite doorgaan. Bij een aantal patiënten geeft het goede resultaten. Het is wel zo dat het niet echt geneest. Dat wil zeggen, het remt de ziekte. Het is niet zo dat de ziekte volledig verdwijnt. En wat is deze doos waard? Dit is, daar zitten kapitalen in. The progress against cancer has been very, very limited. This is one of the most expensive areas in healthcare. And many of the new cancer drugs, they are actually no better than old ones. And if they are better, they prolong life by 1 month or 2 months on average. But there is the chance that it will work for you. That's not true. Sorry, but this is bogus. It's not true. If you have an average life extension of 1 month, then of course there might be a person who might live 1 year longer. But that's not because of the drugs. We call it statistical variation. Cancer patients are very different, and some cancers grow more slowly than others. Hoe kan het toch dat we de hoofdprijs blijven betalen voor kankermedicijnen die bij zoveel patiënten niet werken? Het systeem zoals het nu werkt, ja, dat is natuurlijk wel heel erg plezierig voor hun. Ja, dat je gewoon middelen verkoopt die bij 70-80% van de mensen niet werkt. Ja, dat geloof je bijna niet. Maar dat betekent dus dat een hele grote groep patiënten die chemotherapie voor niks krijgen. Die industrie die gaat maar door. Die vindt het allemaal prachtig. Dat het allemaal voor niks gegeven wordt, snap je? Ja, dat soort dingen, dat moeten we echt een halt toeroepen. Waarom werkt een chemokuur bij de een wel en bij de ander niet? Casper van Eyck wil precies dat bij zijn patiënten onderzoeken. Maar dat is nu juist waar de industrie geen geld in wil steken. Ik kan me heel goed voorstellen dat de farmaceutische industrie er nou niet echt belang bij heeft om zodat wij als medici kunnen voorspellen of een medicijn wel of niet gaat werken. Want dat zou er uiteindelijk toe leiden dat bijvoorbeeld als het gaat om alvleesklierkanker, 60% van alle patiënten niet meer dat medicijn krijgt. Ik heb wel eens berekend dat het op jaarbasis ongeveer 30, 40 miljoen euro zou kunnen schelen. En daar liggen zoveel mogelijkheden om klinische research te doen dat ik denk dat we daar veel meer gebruik van zouden moeten maken. En wat ik zelf bij onze patiënten heel erg merk, is dat eigenlijk iedereen zegt van God, als het niet voor mij werkt, dan heb ik in ieder geval bijgedragen aan de toekomst van anderen. En dat, ja, die sociale gedachtegang is in mijn ogen toch wel iets unieks voor de patiëntenpopulatie in Nederland. Dag beste Casper. Jij gaat mij niet meer zien in levende lijven, behalve als je deze video.
Want de FOLFIRINOX-kuur waar ik een aantal weken geleden voor gekozen heb, je hebt het wel in herinnering, die heeft mij dusdanig gesloopt dat ik een deze dagen aan een complicatie kom te overlijden. Een van de vragen die ik de hele tijd door mijn hoofd heb is, ik moet dat nog laten weten aan Casper van Eyck, dat ik helaas niet meer mee kan doen met zijn prachtige onderzoeksprogramma. Maar gaat vooral voort op deze mooie weg. Mij gaat het sowieso goed. Het gaat jou ook goed. Oké, dag. Ik zeg, ja, waarom verplichten we niet de farmaceutische industrie om in ieder geval een bijdrage te leveren, om onderzoek te doen, om te kijken of we van tevoren kunnen voorspellen of iemand wel of niet op die chemotherapie reageert. Ik noem dat dan altijd een chemotax. Maar ik denk dat het principe wel heel erg belangrijk is dat je de farmaceutische industrie in ieder geval laat meedenken, maar ook meebetalen aan onderzoek om mensen een vreselijk zware behandeling niet te geven waar ze niks aan hebben. Ik bedoel, wij betalen ook wegenbelasting omdat we meedoen aan de luchtvervuiling. Ja. Chemotax. Ja, dat zou wat mij betreft helemaal niet zo gek zijn. The solution really is that it should all be a public enterprise, so that we can determine some prices that people can afford without going bankrupt. But then there would be no incentive for the drug industry to come up with new drugs. But the drug industry doesn't really come up with many new drugs in the current system. They just make slight changes to a molecule, and it's not any better than what we already have. But then they cheat in their clinical trials, and then they make people think that it's better than what we already have. This is crazy. We shouldn't accept this any longer. More and more people and organizations and politicians realize that this system cannot go on. And an example of that is that both the European Commission and the WHO have recommended that instead of having patents, a drug company that invents something that is really useful, they could get a huge award, a once-off payment from the world community, and that's it. Then everybody could compete on producing that drug at the lowest possible price. Maar ja, hoe komen we aan zo'n nieuw systeem? Dat vragen we patentjurist Ellen het Hoen. Zij zet zich al 30 jaar in voor een rechtvaardiger systeem voor het produceren en prijzen van medicijnen. Ik ben juriste en ik heb de laatste decennia gewerkt aan toegang tot geneesmiddelen. Aanvankelijk met name in ontwikkelingslanden, omdat het probleem daar heel erg groot was. Maar in toenemende mate ook in rijkere westerse landen, omdat de geneesmiddelenprijzen eigenlijk overal aan het stijgen zijn. Het Hoen was in de jaren 90 al betrokken bij de succesvolle strijd om aidsgeneesmiddelen betaalbaar en beschikbaar te maken in Afrika. Daar werden toen miljoenen levens mee gered. I think this case is very important because although it's a South African case in a South African court about a South African law, actually this is about the right of developing countries to design the kind of health legislation they feel is necessary to protect their population. Het was in een situatie dat de aidsgeneesmiddelen tussen de 15.000 en $20.000 per patiënt per jaar kosten. Maar in Afrika had nog bijna niemand toegang tot die geneesmiddelen. 8.000 mensen per dag kwamen te overlijden. Dat was de situatie waarin die farmaceutische bedrijven besloten om Nelson Mandela voor de rechter te slepen. Iedereen viel daarover en iedereen zei nee, nu gaan ze toch echt te ver. Zodra je probeert om iets aan de prijs te doen, dan zal de reactie altijd zijn, als je dat doet, dan kunnen we geen nieuwe geneesmiddelen meer ontwikkelen. Want het kost zoveel om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Nou, dat is ook inderdaad een dure activiteit. Maar hoe dat nou precies is, dat weten we niet echt. Dat is een beetje een zwarte doos. Bedrijven zouden ook gevraagd moeten worden om daar inzicht in te geven. Want dat zou een onderdeel kunnen zijn van het overheidsbeleid in de beslissing over gaan we dit vergoeden of niet.
I need the tissues, the tissues. Tissues. Nu promoveert Ellen het Hoen cum laude op een proefschrift waarin ze beschrijft hoe overheden het patentrecht opzij kunnen zetten als dat in het belang is van de volksgezondheid. Nederland zit vaak in een hele moeilijke situatie met de farmaceutische industrie, waarbij ze gewoon niet hard met een vuist op tafel kunnen slaan, omdat het heel erg moeilijk is om te onderhandelen met een monopolist. He? Take it or leave it. Maar als je als overheid zegt, nou luister, als je die prijs niet naar beneden doet, dan gaan we gewoon aan iemand anders vragen om het te maken tegen een lagere prijs. Dan krijg je natuurlijk een hele andere machtsdynamiek in zo'n onderhandelingssituatie. En dat zou de overheid veel vaker moeten gebeuren. Dat wij rond de 40.000 betalen voor geneesmiddelen voor hepatitis C, terwijl het 60 kost om te maken, daar klopt natuurlijk iets niet. En dan moet de overheid ingrijpen. En binnen het huidige systeem kan dat? De overheid zou die rol kunnen pakken? Ja, de overheid kan die rol nemen. Volgens het Nederlandse octrooirecht kan dat. Dat beschrijf ik ook in mijn proefschrift. En dat zal dus op Europees niveau wat activiteiten vereisen. Maar als landen hun patentrecht beter gaan gebruiken voor de public interest, hè, voor het volksbelang, dan zal die beweging om die geneesmiddelenregeling aan te passen vanzelf komen. Want de geneesmiddelenwet is er natuurlijk op gericht om geneesmiddelen beschikbaar te maken, niet om geneesmiddelen bij de patiënt weg te houden. En dat is vandaag de dag af en toe wel het geval. Uw tijd. Ik denk dat onze regeringen eigenlijk veel meer guts moet tonen om in te grijpen als bedrijven niet bereid zijn belangrijke geneesmiddelen tegen een redelijke prijs aan te bieden. Esteemed candidate, please take your seat. Thank you for allowing us to read this wonderful piece of work. And actually, unusually for a PhD, it's a bit of a page turner. Given the looming crisis in medicine prices is now recognized in high-income countries, what would be your message for the Dutch Minister of Health right now? The government grants already make up so much of the development cost of new medicines. That money today is given away without any conditions attached to it, and that is something that would definitely need to change, because as you quite rightly point out, the public pays twice, once through the taxes and second through the high drug prices. Politicians are not powerless. They have all the power in this world. This is what we have given them. But they don't use it. They are also in charge of the drug companies. They're above every one of us. They can introduce laws if they think something in a society is not correct. Hello, Chief. In zijn zoektocht naar medicijnen die zijn patiënten wel kunnen genezen, zoekt Van Eyck de grenzen op. Omdat de overheid nieuwe geneesmiddelen pas na langdurig testen beschikbaar kan maken, heeft hij contact met de ondernemer Ronald Brus. Zijn start-up helpt artsen en patiënten om experimentele medicijnen uit de hele wereld per direct in handen te krijgen, ook als ze nog niet zijn goedgekeurd. We hebben gezien zeker dat het middel in het begin heel erg goed werkt. En nu heb ik die data gezien uit Amerika, die muizenstudies. Dus wat wij nou graag zouden willen is allereerst zien hoe ze precies die studies hebben uitgevoerd. Mm-hmm. En dan het tweede is dat we toch zouden willen kijken of dat niet haalbaar is ook voor onze patiënten. Sure. Ik geloof dat de gemiddelde immunotherapie hier in Nederland zo'n 70.000 tot 80.000 euro kost. Yeah. Ten eerste is er geen approval, dus er zal helemaal geen vergoeding zijn. Wat is er mis met het systeem? Het systeem heeft er eigenlijk toe bijgedragen dat alle nieuwe geneesmiddelen die nu op de markt komen verschrikkelijk duur zijn. Dat is één. En dat het verschrikkelijk lang duurt voordat zo'n geneesmiddel er is. En die twee zaken die komen nu aan het licht omdat door het internet en door de kennis van mensen, patiënten, artsen overal in de wereld, men dus ziet, hey, er zijn al hele goede resultaten in dat land met dat onderzoek. Waarom kunnen wij dat geneesmiddel niet krijgen? En het komt ook aan het licht omdat uiteindelijk hebben we het nu allemaal over waarom zijn die medicijnen zo duur. Brus werd rijk met biotechbedrijf Crucel en is nu voorloper van data-gedreven pharma nieuwe stijl. Ik ben arts, heb vervolgens ongeveer 30 jaar in de pharma
onderzoek gedaan naar geneesmiddelen. En een aantal jaren geleden heb ik door de ziekte van mijn vader... ben ik op zoek gegaan naar nieuwe medicatie voor hem. Omdat ik ook de CEO was van een van de grootste biotechbedrijven van Europa... had ik een aantal vrienden in de farmaceutische industrie die CEO waren van grote bedrijven. Eén daarvan had een nieuw middel in ontwikkeling en bood dat nieuwe middel aan. En toen dacht ik van, hey, eigenlijk een super kans voor ons als familie. Maar eigenlijk heel raar dat ik die kans wel krijg en anderen niet. En toen kwam ik er eigenlijk achter hoe moeilijk het is om dat soort nieuwe medicatie... terwijl we al weten dat die goed werkt... naar Nederland te halen. En daardoor heb ik My Tomorrows opgericht om dat te vergemakkelijken. Op dit moment doen we dat ongeveer in 22 landen. Dat elke maand die je verliest is een verloren maand. Niet alleen voor jou, maar ook voor al je patiënten. Ik bedoel, die winnen ze nooit meer terug. Nee. Nou, ik denk nog steeds dat de weg die we moeten bewandelen... de weg is waarin we heel nadrukkelijk aangeven dat het voor ons ontzettend belangrijk is om bij een beperkte groep patiënten te monitoren wat een bepaald medicijn doet. Dat is één. Mm-hmm. En het andere is dat de overheid ons ook echt moet helpen met het beschikbaar stellen van de medicijnen. Sure, maar Cas, mensen stellen alleen maar dingen ter beschikking als ze daar iets voor terugkrijgen. En als het in een systeem moet waar een farmaceut gedwongen wordt om iets af te geven... en hij krijgt daar verder niks voor terug, zal dat niet werken. Ik denk dat het systeem, zoals het nu is, uiteindelijk kapot gaat. Artsen en patiënten overal in de wereld willen inzage hebben in die data. En uiteindelijk zullen die bedrijven het beste doen die die data ook beschikbaar stellen. Hier gaat de wal het schip keren. Het idee dat je dit in het geheim kan ontwikkelen... en dat niet gaat delen met degene waardoor je hebt kunnen ontwikkelen... namelijk de patiënten en de artsen. Ja, dat is iets wat nu met deze kennis van zaken... die gedeeld kan worden over miljarden mensen... dat wordt niet meer geaccepteerd. Do you think open data will help solve the problem? It cannot solve all problems, but it can solve a lot of the problems that if you make the raw data available in an anonymized fashion, so you can't detect which patients were involved in the trials, then it would be possible for independent researchers to look at the same trials. And when that happens, they often come up to quite different findings than those who have a financial or an intellectual interest in the outcome of the trial. So we owe this to our patients and to our national economies, because it's also very expensive to use these new drugs that are no better than old drugs. Wat zeg jij dan als arts, hoe zou het dan in elkaar zitten, dat systeem? Hoe zouden die medicijnen dan gemaakt, geproduceerd en geprijsd worden? Nou, ik denk het ideale systeem is dat de artsen samen met de wetenschappers leidend moeten zijn, maar dat die wel hand in hand lopen met de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. Dat zou echt mijn ideaalbeeld zijn. En ik denk dat we dan ontzettend veel en snel grote stappen zouden kunnen maken. En dan uiteindelijk zou het ook allemaal veel en veel goedkoper worden. Waarom? Omdat we... van tevoren, zeg maar, in ieder geval kunnen inschatten of medicijnen werken of niet. En dat is denk ik wel ontzettend belangrijk. Van Eyck heeft haast, want iedere dag sterven er patiënten. Maestro! In het Erasmus MC zet hij een revolutionaire volgende stap. Samen met viroloog Ron Fouché werkt hij aan een eigen kankermedicijn. Kijk, wij hadden gezegd, die virusproductie, zo'n badge, hadden we op 650.000 neergezet. Ja. Maar de vraag is alleen, wat zit daar nou allemaal in? In principe zit daar alles in. Ja, wij zijn begroting, zeg maar, het businessplan aan het doornemen van de productiefaciliteit voor de virussen. Omdat we de virussen natuurlijk zelf toch willen gaan maken. Dus eigenlijk maken jullie een nieuw medicijn? Ja, het is de ontwikkeling van een nieuw medicijn op basis van virussen. En wij proberen dat nu los van de industrie te doen, hè, dus met de... Wel met wetenschapsfondsen en met crowdfundingacties proberen we toch dit in eigen beheer te houden. Wat kost het om deze virustherapie te gaan ontwikkelen?
Ik denk dat als we alles op een rijtje zetten en we zouden, zeg maar, we zouden bijvoorbeeld met de eerste, de beste batch die we gemaakt hebben, zouden we daar een klinische studie mee gedaan hebben, dan denk ik dat we in totaal ongeveer op de 10, 15 miljoen zitten. En waar komt het geld nu vandaan? Dat komt nu voor het grootste gedeelte komt dat van de campagne Support Kasper. He, dus dat is de stichting Overleven met alvleesklierkanker, die is opgezet door een aantal nabestaanden van overleden patiënten. En zo zijn we grotendeels onafhankelijk, ja. Nou, de industrie is bijzonder geïnteresseerd in ons onderzoek. Er is ook al gevraagd om inzage te hebben in hoe we het precies aan het doen zijn. Omdat het, dus de industrie ons natuurlijk gaat zien als competitor. Maar de industrie is dus zeker geïnteresseerd in waar wij mee bezig zijn, ja. Als je kijkt, want in het eerste jaar, wanneer we aan het verbouwen zijn, dan is het een halve FTE-apotheker, dat zal allemaal niet nodig zijn, toch? Die analist heb je nodig om op te schalen, zeg maar, van een flesje van 10 milliliter naar een flesje van 10 liter. En wat doet die kwaliteitsfunctionaris dan? Ja, dat vraag ik me ook af, want dat is eigenlijk direct gerelateerd aan je IMPD-dossier. Als deze virustherapie blijkt te werken, ga je dan patent aanvragen? Nou, sterker nog, we zijn al bezig met het patent aanvragen op een aantal virussen. En ja, dat is puur en alleen om de grip erop te houden dat de prijs niet omhoog gedreven kan gaan worden als het een goede, efficiënte behandeling is. Twee jaar bloed om dit project van de grond te krijgen, ja, hebben we nu echt ook een concrete zaak. Dus het is, ja, spannend. Het is misschien het verkeerde woord. Het is gewoon een heugelijke dag. Het is echt een heugelijke dag. Ik kan nog niet de champagne natuurlijk opentrekken. Zover is het nog niet. Maar dit is echt waar we echt allemaal naar uit hebben gekeken. Wat staat er in de krant van vandaag? Stichting wil straf voor farmaceut om prijsverhoging. Dat gaan we vandaag doen. We gaan nu de ACM vragen om handhavend op te treden tegen Lidiant. De farmaceut die dus uiteindelijk, ja, in 10 jaar tijd het medicijn dat hij op de markt bracht 500 keer heeft verhoogd de prijs ten opzichte van het oorspronkelijke medicijn dat op de markt al was. Wat is de ACM? Autoriteit Consumentenmarkt. En die houdt dus toezicht op bedrijven, op ondernemingen die misbruik maken van hun machtspositie. Hebben we eigenlijk vast kunnen stellen dat Lidiant al een handelsvergunning voor het medicijn in Nederland het bestaande medicijn opgekocht, heeft registraties doorgehaald, zodat het dus niet meer door anderen op de markt kan worden gebracht. En vervolgens hebben ze gewoon de prijs verhoogd. Dat was 30 cent per capsule, 140 euro per capsule. En dat is dus omgerekend, pak beter rond 50.000 euro per jaar per patiënt. Dus dat scheelt nogal wat. Strik erom. Ik heb nu, nou, best wel lang zo'n praktijk. En dit is iets waarvan ik denk, kun je dus als jurist ook een positieve bijdrage aan geven door echt iets te doen. En het heeft inderdaad wat iets activistisch. Dus jij, ook al zie ik er misschien niet activistisch uit. Dit is echt een. Heeft toch met activisme te maken. Want wat je elke keer terug hoort in dit hele verhaal over medicijnen, is dat het is allemaal heel erg. Maar de fabrikanten handelen binnen de kaders van de wet. Dat is een soort repeterende plaat. En ja. Mijn stellige overtuiging is dat ze niet handelen binnen de kaders van de wet. Dat wordt gesuggereerd omdat ze dus, hè, als je een bedrijf overneemt, dat mag. Maar je mag geen misbruik maken. Ze handelen uiteindelijk onbetamelijk. En ze schenden maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm, zou ik zeggen. En dat staat ook in de wet. Maar je moet dus wel rechters hebben die dat, ja, uitspreken. En je moet inderdaad advocaten hebben die dat naar voren brengen namens een cliënt. Maar dit is stap 1. En dit is denk ik een redelijke, ja, clear-cut case. Iedereen ziet gewoon, als je naar een afstandje van kijkt, dat 30 cent naar 140 euro per pil, dat eigenlijk iets niet kan. Maar je hebt meer procedures nodig om uiteindelijk dat gedrag te veranderen. Want dat is natuurlijk het einddoel. En we willen het gedrag veranderen van de farmaceut. Even kijken. Nou, het is rustig. Ik ben natuurlijk aan het lunchen. Dat is een mooi moment. Daar gaan we. Goedemiddag. De Stichting Farm ter Verantwoording, hier staat de voorzitter naast mij, die wil de ACM verzoeken om handhaven op te trekken tegen een farmaceut, Lidiant.